Hoi hoi, dit is weer Stijl en Klasse met Nesrin. En deze keertje gaan we discussiëren in stijl voor een debat met Klasse. Don't you wish your girlfriend was hot like me, don't you? Hun van de Pussycat Dolls weten al jaren dat een hot debat beter is dan slap gelul bouwen. Want wat is een debat anders dan een kapot ille fitty? Nou, en dit is Chanella. Zij heeft gisteren een debat verloren met haar papi Rashid. Nou, daar zie je bijna niks meer van, toch? Ja, ik wou alleen maar praten en toen kreeg ik een hoek. Dat is toch unrelaxed? Maar ze hebben echt mistig. Je moet ook niet praten. En daarom ga ik met jou 3-stappen programmaatje doornemen. Ten eerste, Chanella. Stel dat een of andere wannabe je hinderlijk loopt te dissen. Wat doe je, Chanella? Wat doe je? Wachten? Nee. Je gaat over op stap 1. Benoemen en bouwen. Ik bedoel, wat loopt zo'n digger jou te dissen als je zelf echt een vieze loser is? Nou, dat ga je in zo'n debat benoemen. En daarna bouw je hem een ontzettende robber op zijn app-hoofd. Doe mij eens dissen. Wat dan? Dat ik het voordoe. Doe dan. Oké, ja. Hey, vuile bitch met je loze broeken. Hey, tap je bekken, je kunt vonken, hè. Ik ga je echt helemaal op je grill batsen, jij vieze kat. Pas je weg, slakker. Dus, eerst benoemen en dan bouwen. En dan ga je over op stap 2. Pas op voor het H-woord. Hypotheekrente afgewerkt. Nee, klopt, Moila. Het H-woord. En dat kan in debat alles zijn. Hoer of voljokker of huurpoentje, homo, hangsletje. H-woorden. Pas ervoor op. Als je in debat zo'n H-woord hoort, pak je Sally, smes je neven, Imro of Tariq of zo. En dan regelen zij het verder. Want zoiets hoef je niet te pikken. In debat hoor je ze steeds vaker. Argumenten. Zo van dit en dat en zus en zo en ja en nee. En het is best leuk allemaal, maar het heeft geen stijl en klasse. Kom eens hier. Hoe heet jij? Quinty. Mooie naam. Weg! Maar als je in 2015 je tekort wil overzetten in overschot, dan moet je dat, die bezuinigen, doortrekken in 2 kabinetsperiodes. Want anders moet je in 4 jaar de hele rijksbegroting van meer dan 20 miljard zien recht te trekken. In 4 jaar, dat kan toch niet? Mensen hebben echt een vlokje. Als je in debat argumenten hoort, dan ga je over op stap 3. Om te regelen. Show je bobby's en ga een beetje crazy bouncen. Kom, Chanella. Nou, op mijn website www.stijlenklasse.nl vind je nog handig tips hoe je bijvoorbeeld zwevend kiezers kan bereiken. Met 2 flessen wodka, een stringetje en een pot vaseline. Nou, dit was weer Stijl en Klasse met Nesrin. Want wat Mark, Job, Femke en Geert en jullie niet hebben, dat ram ik erin. Later! Pak die wodka dan, Konjo! Dankjewel! Oh, kom!